Ik ben broeder Jasper, broeder van Tezee, sinds 9 jaar daar in de gemeenschap. Zoals elke Vlaming direct aan mijn accent hoort, kom ik uit Nederland. En in Tezee houd ik me dus onder andere bezig met ontvang ik alle mensen die vanuit België naar Tezee komen. De situatie in België is niet makkelijk. Met minder mensen die naar de kerk gaan, niet altijd veel jongeren. Maar tegelijkertijd is het zo mooi om te zien dat er ook tekenen van hoop zijn. En dat toch mensen alles blijven geven om kerk te zijn, om samen te bidden, om samen de Bijbel te lezen. Ik denk, en dat zien we ook ter zee, dat jongeren erg geïnteresseerd zijn. En er wordt dan soms gesproken over een postreligieuze samenleving. En misschien is dat waar. We zien wel in ter zee dat jongeren ook geen enkele vooroordelen meer tegen de kerk hebben. Of dat ze gewoon heel geïnteresseerd zijn. Dat het vragen zijn die ze interessant vinden. Dat ze veel willen weten. Dat ze er erg open voor staan. En ja, dan moet de kerk er zijn als mensen op zoek zijn naar antwoorden. Dat de kerk dat kan begeleiden. En dat die naar jongeren geluisterd wordt. En het is mooi om te zien dat die mensen er zijn in België. We zijn met zo'n 100 broeders en dat lijkt veel, maar als je kijkt dat we contacten hebben over de hele wereld, dan is het ook niet zoveel. Dus veel kunnen we niet doen, maar in Tezee kunnen we mensen vanuit heel veel verschillende achtergronden, zowel culturele achtergronden, maar ook kerkachtergronden, bij elkaar brengen. Ze samen laten bidden, ze elkaar laten ontmoeten. En dat is belangrijk. En het is mooi om te zien dat mensen dat ook in België proberen. Voor ons gaat het niet zozeer erom dat ze Tezee proberen na te doen of dat wij een grote invloed op de kerk willen hebben. Dat interesseert ons eigenlijk helemaal niet. Maar als onze liederen mensen helpen om samen te bidden en wat we in Tezee leven en inspireert om met elkaar te praten over het geloof, samen de Bijbel te lezen, samen te leven, dan zijn we er alleen maar dankbaar voor en dan is dat heel mooi. Natuurlijk is Palmzondag een erg vreugdevol feest, de binnenkomst van Jezus als koning in Jeruzalem. Dus dat is iets moois om iets vreugdevols samen te komen. Maar tegelijkertijd, ook in Palmzondag zie je dat er al iets bitters is. Want je weet ook dat een aantal dagen later hij gekruisigd zal worden. En natuurlijk een week later dat hij zal verrijzen. Ik denk dat het belangrijk is om zo voor aan het begin van die week tijd te hebben om te bidden, naar elkaar te luisteren en te kijken, maar hoe ga ik deze week leven? Hoe kan ik dit mysterie van Pasen een plaats geven in mijn leven? Is dit iets wat alleen maar 2000 jaar geleden gebeurd is? En ja, dat is misschien wel interessant om daar een keer over te lezen. Of is dit echt iets wat vandaag de dag waarde heeft? Wat vandaag de dag iets over ons zegt? En misschien komt het ook wel terug in het hele lijdensverhaal van Jezus. Ja, er is Pasen, de mooie intocht van Jezus, maar daarna gaat het al snel mis. En zodra deze mens Jezus gekruisigd wordt, is de hele massa inderdaad ook op de been om te zien, oh, het gaat mis, er gaat wat verschrikkelijks gebeuren. En zo zijn wij mensen misschien. Het klinkt een beetje hard om dat te zeggen, dus we houden er ook een beetje van om in de krant te lezen, er gebeuren verschrikkelijke dingen, er zijn aanslagen, oorlogen. Maar om ten eerste aandacht te hebben om het echte tragedie en niet alleen maar om de paar beelden die we in de krant of op het nieuws of op internet gezien hebben, maar aandacht te hebben van ja, wat betekent dit nou echt voor de mensen? Om te leven in een situatie waar we opeens bang zijn, waarop er wantrouwen is tegenover mensen. Maar tegelijkertijd ook al die initiatieven te laten zien van mensen die daadwerkelijk samenleven. En dat het kan, dat het ook goed kan gaan. En mensen die hun geloof op een positieve manier willen leven. Dat geloof niet alleen maar te maken heeft met moslim-extremisme, met aanslagen. Maar dat geloof ook gewoon betekent mensen die geïnspireerd zijn door God. En die liefde uit willen dragen en dat op een hele kleine manier, waar misschien in de kranten, in de media weinig aandacht voor is, maar die toch echt in een wijk, in een straat het verschil kan maken. En dat het ook allemaal niet perfect hoeft te zijn. Dat gelovig zijn betekent niet dat we alles precies weten, dat we overal
echt van overtuigd zijn dat we geen enkele fouten maken, dat we alles perfect gaat, dat we het mooiste leven hebben met de beste vrienden en het grootste geluk. Maar dat uiteindelijk het geloof het verhaal is van mensen waarvan vaak veel misgaat, die het soms ook niet weten, die soms triest zijn, maar die ergens toch die hoop proberen te leven. En dat dat kan omdat ze weten dat ze op Jezus kunnen vertrouwen en dat hij juist op die momenten dat het allemaal even misgaat, natuurlijk wil hij er ook zijn op de momenten dat het goed gaat, dat we gelukkig zijn, dat het leven ons toelacht. Maar op die momenten die bij elk lentenleven horen, dat het allemaal even misgaat, dat hij dan juist ook bij ons wil zijn. Dat is gewoon christen zijn. Christen zijn betekent niets anders dan niet alleen maar in je eigen groep blijven, maar ook naar mensen toe gaan die ergens anders leven, die ergens anders ook over denken. Maar met hen samen te bidden, met hen te ontmoeten, ook naar mensen toe gaan die helemaal niet gelovig zijn. En te luisteren wat die te zeggen hebben. Dat is hetgene wat Jezus doet en dat is hetgene wat wij ook in de kerk nu moeten doen.